Sean Webster die zat in Wie Woont More. Ja. En dat Ali B. dan niets van blues begrijpt, nee, en onzin uitslaat, dat neem ik op de koop toe. Maar dan komt mevrouw Treintje Oosterhuis en die zegt dan tegen hem van... ik zou je graag met je eigen stem willen horen zingen, want je doet iemand na. Nou, ik ben met Sean Webster het hele land doorgegaan. Dit is zijn stem. En dat mevrouw Treintje Oosterhuis dat moet zeggen, dat is een godspe. Want die doet al jaren een soulzangeres na. Zij doet iemand na, maar... Sean Webster is gewoon Sean Webster. Zo, dat is even... Die nou, dat lucht op, hoor. Ja, die treintjes zitten kijken nu. Die tegen Pank gelijk geplakt. Maar dat, welk programma is dat, sorry? We Want More van SBS. Maar daar heb hij aan meegedaan. Ja. Maar hij is toch al... Jawel, ja. Dat, kijk, maar als bluesartiest kom je nooit op tv... en moet je aan dat soort spelletjesprogramma's... met bekende Nederlanders die er geen verstand van hebben... moet je meedoen om een keer wat publiciteit te halen. Je hebt 2 keer 1 miljoen kijkers, weet je wel. Ja. En die bluesartiesten die krijgen nooit de gelegenheid zich te profileren. Geweldige stem. Ja, maar gewoon je eigen stem, hè? Laten we daarop houden. Hetzelfde maar eigen stem, ja. Ja, je eigen stem. Helemaal goed. Goed dat je er bent. Voor nog meer hoogtepunten, download onze Veronica Insight-app.